Ja, dit is het dan, hè. Hier is het scherm. En hier gaan we erachter. Welkom achter de schermen bij de start van de Dam te Damloop. Hey, goedemorgen. Hallo, wat leuk dat je kijkt naar vlog 29. Het is zondagmorgen, 8 uur. En ik ben hier in Amsterdam op weg naar de Dam te Damloop. Niet om mee te doen als deelnemer, maar om als presentator onderdeel uit te maken van het entertainment team bij de start. En daar ga ik jou mee naartoe nemen. En het leuke is, ik heb ook een aantal hele gerichte vragen gekregen van een aantal meelezers op Facebook. En die ga ik natuurlijk ook proberen te beantwoorden. Ja, wij zijn hier op de Prins Hendrikkade en het is je niet voor te stellen, een uur geleden reed hier gewoon nog het verkeer. Je ziet daarachter, wordt volop opgebouwd en om 9:45 starten hier de eerste prominenten. En ik moet nog snel even doorlopen hier, want anders zit ik alweer opgesloten in de hekken en dan kom ik niet bij mijn startpunt. Je moet je voorstellen dat het laatste kwartier voordat hier de mensen onder de startstreep doorgaan, is een van minuut tot minuut geregisseerde show. En ik vind het een enorme eer om daar onderdeel uit van te maken. Ik ben slechts een klein radertje in een machine van maar liefst 20 professionals die zich, let op, alleen maar bezighouden met deze startceremonie. En natuurlijk met het veilig en efficiënt laten starten van 50.000 lopers tussen 9:45 en 3:00 'smiddags, want om 5:00 is hier de weg weer open. Ja, om even een idee te geven van hoe het hier straks gaat, hier boven op de brug, daar staat de officiële starter, collega Bert Pessink, met de VIP's die het startschot mogen leveren en een interview. Dan heb je hiervoor op de grond, daar zo naast de startboog, daar kom ik te staan en ga ik korte gesprekjes aan met de lopers. En dat is dan volgens hier op het grote scherm, dat is nieuw dit jaar, op het grote scherm te zien voor iedereen die nog in het startvak staat te wachten. En het kloppend hart van deze technische show zit hier in deze vrachtwagen. En daar gaan we zo eens een kijkje nemen. Wim de Frankrijker, voor mij de man die dit allemaal bracht. Wim, wat gebeurt hier vandaag bij de start? Nou, bij de start is het bij de Dam tot Damloop een vrij complex systeem. Dat maakt dat wel heel bijzonder. Het is niet één groot veel speakersysteem, maar het is overal precies kunnen we geluid weergeven waar we het dan nodig vinden. En dat maakt dus dat je van, als je eenmaal het startvak inloopt, van minuut tot minuut, ik krijg van jou draaiboeken op de minuut, weten wij wat mensen beleven. Van helemaal bij het station ongeveer tot aan de start van de tunnel. Klopt. Hoe staat u van dienst op jouw plekje voor vandaag? Goedemorgen. Ja, op mijn plek, hè, zo. 24e keer en dan gaan ze van die kant en dan gaan ze onder mij door en dan gaan ze daar richting de eindtunnel. Hey, nou had ik een aantal vragen van Facebook-lezers. Eén daarvan was, wat gebeurt er nou als de stroom uitvalt met de tijdregistratie? En ik merkte net al, daar weet je alles van. Ja, de stroom, daar zitten reserveaccu's zitten daarbij. Dus op het moment dat er een hiccup is in de stroom, pakt hij dat meteen over. En ja, eigenlijk in al die jaren is er, ik dacht 15 jaar geleden, één keer iets gebeurd dat er 900 mensen zijn gemist in de tijdwaarneming. Maar ja, het is futiliteit, want dan gaan een miljoen mensen hier over die mat heen. Dus het kan eens een keer gebeuren, maar tot nu toe hebben we het nog niet meegemaakt. Top. Ga je het droog houden? Nee, maar dat maakt niet uit. Ja, het is nu dus ongeveer 9:45 en zoals je kan zien, het startgebied is volledig getransformeerd. Overal hangen doeken en banieren.
Overal zijn hekken, de vakken, alles ingericht, vuilnisbakken. Ik heb communicatie in mooi, ik heb een microfoon, we hebben audio getest. We gaan beginnen. Ik heb mensen die zich afvragen, is er eigenlijk ook een slecht weerscenario? Er is wel een slecht weerscenario, maar in welke zin bedoel je dan? Nou, is er een weerstype waarop we gaan afbreken of gaat het ooit gebeuren? Nee, heel heftige regenval denk ik maar nog niet. Bliksem, zeg maar, onweer, dat kan echt de reden zijn om te zeggen van we leggen hem tijdelijk stil. Hoe warm het ook is, nee, denk ik ook niet. Dan gaan we meer water onderweg uitdelen. Regen, ook niet. Wind, moet je vooral met objecten rekening houden. Masten, tenten, vlaggen, spandoeken, hekken. Maar met bliksem is dan misschien nog het meest qua gevaar waarop je dan rekening. Dus vandaag is gewoon toploop. We gaan gewoon door. Ja, ja. Een van de voordelen van achter de schermen werken is dat je nu heel dicht bij de topatleet kan komen. Ik sta hier gewoon op de startlijn. Nou zijn die dames dus net weg en de grap is hier bij de Dam tot Damloop. Over 6 minuten en 4 seconden starten de heren in hun achtervolging. We gaan even kijken. Zo op kastjes, halverwege, buiten regen, een idioot. Ja. Hoe is deze editie voor jou? De natste ooit. We hebben warmte meegemaakt, we hebben wind meegemaakt, we hebben maar zo nat. Zo nat, hè? Nee, het is echt gewoon... Het lijkt alleen om harder te gaan regenen. We staan in een douche. Ja. Wat ik wel leuk vind, al die deelnemers, die staan er toch gewoon te smilen, hè? Die hebben zich maar neergelegd en denken we gaan gewoon. Ja, jij zei het al, en met hem wat zei, ze zijn helder, hè? Ze komen. Ze hebben van tevoren beslist van we gaan die 10 Engelse mijl gaan we doen. Nou, ik ga me even wel een beetje omkleden. Ik heb koud. Ja. Ja, dan komen we door de laatste, de allerlaatste starter van vandaag. Kom op jongens, want 8 juli wordt het parcours alweer opgegaan. Hey Bert, nou vroeg iemand van tevoren op dat vlog van gaan er wel eens dingen mis? En ik was geneigd om te zeggen, nou het is hier zo strak georganiseerd. Ja, nooit. Dan gaat hier nooit wat mis. Maar ja. Deze laatste start. En een valse start. En geen startschot. Dit moeten we volgend jaar gewoon overdoen. Ja, of de laatste groep even terug kan komen. Ja, ja. Ja, we hebben wat verrekende microfoons gehad, maar ja, daar merkt niemand wat van. Nee, en een pistool, hè? Wat was er nou met een pistool? De laatste keer, ik weet het niet. Dan moeten we aan de pistolero die is al weg, dus daar kunnen we het niet meer aan vragen. Super. Maar het is allemaal goed gedaan. We hebben een mooie editie Dam tot Dam 2018. En volgend jaar mooi weer. Jawel, hè? Ja. Volgend jaar mooi weer. Jeroen, nu al aan de break. Het is 3:05. Hoe was die voor jou? Het was weer een geweldige dag. Episch. Episch was het. Ja, en dan is het nu 3:15. Het regent nog steeds. Je ziet de startboog is al bijna weg. Om me heen. Alle hekken zijn aan het verdwijnen. En zoals we vanmorgen hoorden... Om 5:00 rijden hier de bussen en de auto's alweer. Dat is over 1:03. Superleuk dat je deze vlog helemaal tot het einde hebt gekeken. Als je het leuk vindt om mij te volgen op mijn reis in de wereld van hardlopen, triathlon, fitheid hier in Nederland, druk dan nu even op abonneren. En ik zie je volgende week terug voor een nieuwe vlog. Tot dan!